Andrew Mendonca komt uit Lochem. Hij is 18 jaar en traint bij PSV onder 19. De middenvelder wordt gezien als een groot talent en daarom mocht hij zelfs al meedoen bij jong PSV. Het was echt leuk, mooi, want het is heel anders dan bij de jeugd. En veel meer toeschouwers, vuurwerk, komt veel meer bij kijken, zeg maar. Joël Peru uit Wijchen is al een stap verder. De 19-jarige spits is topscorer van jong PSV en zat al op de bank bij het eerste elftal. Leuk om mee te maken ook. Een dag mee met de eerste, hoe zij de wedstrijd beleven. Beleving in het stadion, maar was ook nog thuiswedstrijd. Dus ja, dat is geweldig. Hij speelde even in de jeugd bij NEC, samen met onder meer Ferdi Kadioglu. Ik heb er even gezeten, maar toen ik de kans kreeg om voor een grotere club te spelen, heb ik die wel zelf gepakt. Mendonca traint bij onder 19 onder een grote naam uit het Nederlandse voetbal, Ruud van Nistelrooy. Je leert veel van hem en hoe zijn carrière eruit ziet, zoiets wil je natuurlijk zelf ook meemaken. Het talent heeft nog altijd een sterke band met Lochem. Ik ga vaak terug naar Lochem als ik een weekendje vrij ben. Ik heb daar nog mijn vrienden wonen. Ze volgen jou ook hier? Komen ook mensen uit Lochem al kijken bij wedstrijden van jou? Ja, mijn vrienden, gewoon waar ik goed mee ben nog, uit Lochem, die komen naar PSV. Als ik hier een leuke wedstrijd heb, komen ze gewoon kijken en dan blijven ze bij mij slapen. Waar droom jij van in de toekomst? Ja, natuurlijk eerst mijn debuut te mogen maken dit seizoen en... Ja, ik hoop vervolgens een grote stap te mogen maken.